Het zal ook niet toevallig zijn dat Poetin heeft ingestemd met, uh, met dit moment. En met deze interviewer. Inderdaad, en met deze interviewer. Die uh, een behoorlijke negatieve reputatie heeft. Dan wordt vanavond om 12 uur s'nachts het interview van X-Fox News-presentator Tucker Carlson. met Poetin uitgezonden. De presentator zegt dat het zijn plicht is om Amerikanen te informeren. over wat er aan de hand is in Oekraïne. en om het verhaal van Poetin te delen. Volgens hem krijgen zij eenzijdig nieuws voorgeschoteld. Um, Tessel, jij gaat kijken? Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Ja? ja. Iedereen hier aan tafel eigenlijk? Ik ben zeker nieuwsgierig, maar ik weet niet of ik vanavond om 12 uur ga kijken, maar ik kijk het wel even terug. Ja, eh, ja ik ga eh, zeker kijken. Dat denk ik ook wel, ja, ja. want eh, hoe belangrijk is zo'n interview? Uh, nou, nah, zo vaak uh, spreekt uh, Poetin niet, uh, dus je ziet hem niet zo vaak. En, uh, dus dat is al interessant. En helaas heeft de ervaring ook geleerd dat je het serieus moet nemen. Dus uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, aan het begin van de oorlog ook naar een, uh, zeg maar een tv-uitzending met uh, Poetin zat te kijken. Dus, uh, en helaas is dat uitgekomen. Heeft het invloed? Ja, het heeft wel degelijk invloed. Uh, op wie? Nou, op ons allemaal. Ja? Uh, ja, we zullen in ieder geval op moeten reageren. Ja. Maar heeft het ook invloed um, op beeldvorming bijvoorbeeld? Um, ja, ik, ik denk het zeker. Um, alleen, um, ja, op welke manier, dat durf ik ook niet te voorspellen... omdat nee. ik niet weet wat hij gaat zeggen. Nee, nee maar Tucker wel... Carlson is natuurlijk een Amerikaan. Ja, dus hij zal zich wellicht ook uh, met name aan het Amerikaanse volk richten. Uh, daar, afgelopen nacht nog is er in de Amerikaanse Senaat... een steunpakket voor Oekraïne afgewezen. Nou komt dit interview er nog aan. Uh, ja. De verkiezingen zijn er. We weten ook hoe Trump in deze wedstrijd staat. Ja. Wat doet dan zo'n interview in... In dat speelveld. Um, het zal in ieder geval een, zijn rol gaan spelen um, en het, het zal ook niet toevallig zijn dat Putin heeft ingestemd met, uh, met dit uh, nee, dit met moment deze, en met deze interviewer. En, inderdaad ja. en met deze interviewer... die uh, een behoorlijke negatieve reputatie heeft. Ja, over Tucker Carlson gesproken, hij uitte bij zijn aankondiging vooral kritiek richting andere media. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Ja, overigens reageerde Christiane Amanpour van CNN al meteen. Denkt Tucker nu echt dat we Poetin niet hebben geprobeerd te interviewen sinds dag 1 van de invasie? Zijn ze overigens niet de enige die hierop reageerde. Ook het Kremlin zelf liet via een woordvoerder weten. Er hebben wel degelijk andere media ook bij ons interviewverzoeken gedaan. Alleen wij hebben gekozen voor Tucker Carlson. Ja, Gefectcheckt worden door het Kremlin. Dat is ook wel ja. interessant ja. als je het zo bekijkt. Ja. ja. Waarom heeft Poetin gekozen voor Tucker Carlson, denk je? Nou ja, um, weet je, ik denk dat. Mensen die Poetin willen interviewen willen graag weten hoe het zit um, en uh, je weet ook dat je die antwoorden niet krijgt omdat je de kritische vragen niet kan stellen. Het, waarmee ik niet wil zeggen dat Tucker Carlson uh, totaal niet kritisch zo'n interview gaat doen. Er zijn wel veel mensen die dat denken omdat ze zeggen van joh, die zit al een beetje in die complothoek en is al pro-russisch, uh, dus uh, daar heeft Poetin het niet moeilijk mee. Um, maar stel dat Tucker Carlson die Belangrijk vraag wel zou willen stellen, dan, dan, dan lukt hem dat toch niet. Um, dus volgens mij moeten we daar een beetje voorzichtig mee zijn. Um, Voor mensen die het niet weten, waarom denk je dat hem dat niet lukt? Uh, omdat uh, Poetin dat niet gaat doen. Nee, die heeft de regie over het interview. En daarom kun je afvragen: is het een interview of wil hij zijn verhaal vertellen uh, aan Amerika ongecensureerd? Ja, dat is natuurlijk, is het wel een interview of is het een opzetje? Ja. Maar kom je daarachter? Uh, en doet ja, dat, dat toe is de... eigenlijk ook nog de vraag... Ja. als het gaat over ja, het effect ik van zo'n interview. Ja, ik denk dat hij dat, dit helemaal getimed heeft. Toch? Ja, ik ja. denk dat het ook uh, gemastermind is. Ja. Uh, dus er is in het dat Kremlin... Dat hij een de regering ja. heeft ja. hier. Absoluut. 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 Ja. Ja. En dus ook specifiek heeft gekozen voor Tucker Carlson. Ja, en ook voor het moment. En ook heel het het goed moment. nadenkt over, uh, over de boodschap die gegeven wordt. Ja. Ja. En die zal zijn uh, dat Rusland uh, dat dit heel lang kan volhouden. Ja. Het wordt uitgezonden middernacht, onze tijd. Wakker blijven daarvoor of terugkijken Ja, ik ben ook. sowieso altijd wakker uh, rond ja. de tijdstip. Ja. <laughs> nou, in elk geval kijken. Wanneer ja. weet ik nog niet, maar ja. ik ben wel heel nieuwsgierig. Ik ook. Ja. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.